Dames en heren, het is nogal wat om te veronderstellen dat secularisatie heeft geleid tot gestold wantrouwen. Vergeten we dan niet even fors de hand in eigen boezem te steken? Immers, veel van de conflicten die tot onderling wantrouwen en zelfs wereldwijd tot terrorisme hebben geleid, zijn juist op religie gebaseerd. Secularisatie was in de 19e eeuw ook al geen onbekend verschijnsel. Maar die ontwikkelingen werden opgevangen met het ontstaan van extra zuilen, gefundeerd op andere dan christelijke levensbeschouwingen, zoals die van de socialisten en de liberalen, die weliswaar anders in het leven stonden, maar wel degelijk de christelijke taal verstonden en begrepen in die tijd. Dat eigen kerkelijk geluid van geloof, hoop en liefde mag en moet de kerken dan ook meer volop laten horen. Niet binnen die kerkmuren, maar juist daarbuiten, binnen die gemeenschap.